voor het betere kunst, knip en kitschwerk hier eventjes bij de kappende koker of de kokende kapper langs. Pieter Groeneweg, even kijken, waar is hij bij kans? Dan Tans. Daar is hij. Hey! Achterin, ja, ook voor al uw bepruiking eventueel. Ik ben de gemiddelde klant. Ik ga weer, dag. Wie is er dan aan de hand? Maar even zere neus. Pieter Groeneweg, ja. Het is gekker dan het weerbericht qua gezwicht. Maar ja, hier moeten we eventjes qua Heintje Davids gevoel bij u langs dan thans. Om even nader gegeven te krijgen wat het nou hier precies voor uitdragerijtje is. Dat is na al die jaren ontstaan. De jaren of 30 geleden ben ik hier begonnen. En toen heb ik bij elkaar ongeveer... Bij Daan Brankman begonnen. Op de Mauritsweg, ja. Toen ben ik in de Witte de Witstraat begonnen met een kapsalon. En toen ben ik hier een kapsalon begonnen. En ben een kroeg begonnen. Eigenlijk heb ik hier 4-5 winkels gehad. Dat op het laatst noemden ze me gewoon hier Heintje Davids. En dat beeld van die marionier op de hoek op het Oostplein, dat wordt binnenkort vervangen. Hè? Dus die militair blijft, maar dan met een schaar. En dan het gezicht van Heintje Davids. Nou, maar, dat moet heus. Want er is maar één manier en dat is de marionier. Maar dat ja, moet wijken. Mijn manier. Dat is, inderdaad moet wijken voor die kappende koker of die kokende kapper met schaar en alles. De kok, qua ham en kam. De kok en de dat kapper. Moet prijken. Dat kan ook, hè? De kok en de kapper. Ah. Kokende kapper. Ja. Ja, dat nou, we dachten. Maar zullen we ons even wat gemakkelijker opstellen? Want ik denk dat we nu al aardig wat kijkers weggejaagd hebben. Ja, okay. Dat ligt meer aan mijn coiffuur dan aan de uwe. Dus we gaan het omdraaien, zeker niet schuwen. Gaat u weer mee in de Rand du Musée? Dat is mijn oom. Kunst en muziek, oftewel muzak en kunst en kits en kappen wat hier de klok slaat. En het is uw oom Salvador Dali? Of is dat het voorbeeld waar wij naar streven om het even? Ik hou wel van, als mijn haar een beetje vet is en mijn snor naar beneden, dan lijk ik ook een beetje op hem. Maar ik hou van surrealisme. Een beetje connotatie met Rembrandt zo te zien. Ja, dus, dat is mijn oom van 200 jaar geleden. Misschien helemaal gek, ja. Natuurlijk, maar... Ja, daar hebben we wel verwantschap mee op de een of andere manier. Maar zoals u ziet, heb ik altijd iets gehad met cultuur, muziek, lekker eten. Ja, dat is wat de mens nodig heeft. En daar kan je heel oud mee worden. En dat is een krantartikel uit? Ja. Denk ik 90, denk ik, ja. Ja, en ik zeg het niet al te oneerbiedig, maar het is hier ook wel brocanterie. En een soort galerie. Gallery, ja, maar dan zonder moeilijke toestanden en zo. Want ik kan niet beoordelen wat is kunst. Dat is voor iedereen verschillend. Maar is het een kunstklas of kunstklas uit? Kunstklas, kan ook. Nou, toevallig. Koken met klunzen. Toevallig is misschien ook een nieuwe invalshoek. Het meeste werk is van mijn zus. Zoals dit bijvoorbeeld. We gaan geen waardeoordeel erover uitvaardigen. Ja, maar dat is nog best verkoopbaar. Ja, ja. En deze vind ik ook wel grappig. En dat is een echte zeefdruk, maar dan niet van mijn zus. En allemaal kunstig opgehangen instrumentaria. Ja, dat heb helemaal volgehangen, maar dat mocht niet meer van de brandweer. Maar, dat draait ook in de ronde, dat is ook een ventilator. Deze kietserig opgehangen ronddraaien gitaarwerking. En wat is dat allemaal? Sitar zie ik ertussen hangen zelfs. Sitar, ja, India. Maar het is wel een aparte zaak, want dit was nooit een echte kapper, denk ik. Wat zat nee, vroeger? Dit was een afhaal Suriname. En, misschien ga je dat eruit knippen, maar hij deed meer dan als Surinaamse yep. broodjes. Yep. Hij deed ook aan poedersuiker? Envelopjes uit Menurendam. Ja. Dat werd erbij versterkt. De kabouterpost bestelde hij ook regelmatig. Klopt, ja. Maar ja, uiteindelijk ben je een beetje al dan niet gedwongen... winkelnering gaan betrachten door je moeder, want die had een sigarenzaak hier verderop, hè? Waar nu nou, het snoep zit. De sigarenwinkel, ja, wij komen wel uit een familie, zeker met de horeca, want onder het Witte Huis was weer van een zus van mijn moeder, wat ooit, of wat nu, hoe heet dat ook alweer, onder het Witte Huis, die kroeg.
Bolwerk? Bolwerk, ja. En mijn moeder die zat ook in de horeca. Op de markt stond ze. Ik denk dat we ook een beetje Joods bloed hadden, maar dat weet ik niet zeker. Beetje multifunky. Multifunky, ja, klopt. Regendoenerij. Ja. Ja, vrij en klopt. Blij. Of misschien zelfs wel onvrij en onblij. Je weet het maar niet. Maar het zit in ieder geval in de genen en delen. Ja, ik ga er vandoor. Maar je hebt er nou alweer zat van. Ja. Maar ik begrijp dat het bloed inderdaad niet kruidwaard gaan kan. Dat je toch weer een bistrootje dreigt te gaan openen. Ja, klopt. En want je hebt ook aan de overkant, lopen we daar eens eventjes heen. Ja. Altijd je kookkunsten te beste gegeven. Bij Brandtenaar. Oh. Jongetje, wat doe je raar? Oh. Ja. In de pui. Die nu weer herbouwd is. En weer een beetje wat steviger ontdaan van de paalrots. Maar op de fundamenten staat, op het grondvesten. Maar ik ben oorspronkelijk de stoep begonnen. De stoep is nadat Henk Smeedam hem overnam, is het de stoep geworden. Daarvoor had ik ook al in de winkel van mijn moeder de sigarenwinkel en kroeg begonnen. Na een jaartje kreeg ik boor, was het weer afgelopen. Toen heb ik 4 jaar bezig geweest om een tweede kroeg te krijgen. Terwijl ik al een kapsalon hier aan de overkant had. En nu, na toch op mijn 70ste nog eventjes op de valreep een jaartje 4 nog leuke horeca gaan doen waar mensen... Je bent eigenlijk een verkapte imperialist. Dat klopt ook eigenlijk. Maar wat is eigenlijk een imperialist? Nou ja, dat is iemand die nogal aan grootsheidswaans lijkt en graag de wereld verovert. Maar ik loop nog niet zo, hè? Nee, maar, jongens, let daar nou mee op. Sommige mensen hadden zo'n hoofdstond voor de deur liggen, anderen weer een grotere hoofdstond. Ja. Ooit in de tijd. Maar, ja, je bent wel gebiologeerd door alleenheersers, heb ik begrepen. Nee. Maar boeken lezen. Ja, dat wel, zeker weten. Ja, mensenmassa-manners. Juist, hoe mensen elkaar kunnen manipuleren tot en heden te dagen gebeurt het nog steeds. Kijk naar het oosten, ze blijven klojoen. En die rare man met dat pluk haar op zijn voorhoofd uit Amerika, die is helemaal niet. Maar goed, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar... Dictatuur is democratie plus één. Ja, andersom. Dat was het, geloof ik, ja. Ja. Maar we gaan eens even naar de overkant, ja. Want daar is binnenkort dus ook weer het nodige aan de hand. Ja, nou, over een maand of 2-3 hoop ik. Want we zitten even in de transitie, we zitten even in het interbellum of toestemming verleend wordt, dat de vergunningstelsel dat is door de bocht gewerkt worden. 5% dat het misschien niet doorgaat. Maar ik denk wel dat het doorgaat omdat de horecanota, dat is al bekend dat dat meer horeca, mede ook omdat ze te veel horeca in de Witte Wit. Dan zullen ze bij de pui wel aardig wat omzet gaan derven. Dat denk ik ook, omdat daar is ook een grote concentratie van horeca en dat ze willen meer spreiding door de stad. Ik denk daar minstens een derde van de opbrengst. En ik denk dat ik een sociaal misschien zelf wel in de week. Ik heb een sociaal gevoel, want ik help de horeca uit de stad een beetje te ontlasten, dus die moeten maar bij mij komen of zo. En dit is een andere hobby. Alles over Rotterdam. En het liefst over Krooswijk. Dit was 500 jaar Rotterdam. Nou, eigenlijk niet. Ik ben wel grootgebracht in Krooswijk, maar ja, ik kan daar ook weer heel veel leuke dingen van vertellen. Ik was 14 jaar, toen ging ik het wel met warm werken. Daarna ben ik het kapsvak geleerd. Toen ben ik in het warm vlees gegaan in plaats van het koud vlees. Nou ja, dat was het wel een beetje. En toen ben ik in het tehuis terechtgekomen en dit is wat er van mij terechtgekomen is. En weet je nog steeds niet wat je later worden wil? Nee. Dat houd je tot ver naar je scheiden, hou je dat vol. Ik denk brandweerman of verpleegster. Maar dan moet je wel voor kunnen. Ja. Nou, we dachten, qua vergunnen. Ook buiten de kunst is voor het wegnemen? Nee, hoeft niet. Voor de geef? Wie het meeneemt mag het houden. Tot aan oude haardrogers aan toe. Kom er eens om. Bij Pietenplukker. Even een introspectie. Dit moet dan de nieuwe brocanterie, brasserie, CQ Bistro worden. Bij Pieter gaat het heten. Bij Pieter? Bij Pierre. C. Pierre. Ja, dat hoort wel een beetje bij de kapper hoor. Maar dat is gewoon weer traditioneel alles uit een omgedraaide po. Eten, zoals we dat gewend waren ooit. Kunst. Qua vreten. Kunst. Een beetje live muziek. Dan wel, Er zit een hoop aandachttrekkerij ook bij. En dat is mijn broer.
uit Rome. Mocht je billen. Mocht je. Ja, het is... Drie jaar hele schudden met je billen. Ja, tussen zijn billen. Maar ja, dit wordt wel de publiekstrekker bij uitstek. Komt een terrasje hier. Plek. En waarschijnlijk krijgen we ook een parkeerplaats erbij. En dan zondags lekker cocktailtjes drinken met een barbecue erbij, dat soort dingen. Het gaat vooral om de gezelligheid. Het eten is onderhevig aan en is entertainment eigenlijk. Maar valt dan de aandacht nog wel te verdelen? Ja. Zou je dadelijk niet het een voor het andere moeten sluiten dan? Nee. Ik ben om 3 uur stop ik tegenwoordig met de kapsalon en dan ga ik hier zitten. En ik breng nu bij de pui, oh dat mag ik niet zeggen voor de belasting, wat geld, dan ga ik nu in mijn eigen winkel stoppen. Nou, we dachten. Maar ja, je bent nog steeds op zoek naar 25 uur per dag, 8-daagse week, werkweken. Ik zou niet willen stoppen. Absoluut niet. Een beetje bij de geraniums gaan zitten, dat is lekker zeg. Je sterft in het harnas. Juist, precies. Ik wil staand sterven of aan de fles. Ik wil graag op de fles nou, en daarom verdeel je even je aandacht. Dat doet zeer. Doet dan niet zo raar man. Maar je zit liever aan de handel dan in de handel? Soms. Nou, in mijn vrije tijd zit ik liever voor de bar. En achter de bar vind ik eigenlijk helemaal niks. Nee, dan ben ik serieus. Ik vind barwerk, weet je, serveren, een beetje ahoeren met de klanten, een beetje entertainen, een beetje lachen. Maar aan de kook raken, dat ja, nou, staat je mijn, dan wel aan. Mijn laatste kroeg was echt dat de mensen geweest waren. En één keer in de week vaste prik kwamen eten en dat was het van Piet. We hebben zo gelachen, we hebben zo genoten. Een stukje vlees mag wel beter de volgende keer, maar dat was, nou, dat was precies de bedoeling. Het vlees was altijd goed, daar gaat het nu om. Maar ja, vonden ze terug uiteindelijk achter het dopeet. Ja, bij wijze van. Dat moet ergens op bespaard worden. Ik had een ventje die kwam met de pet en die zei met een accordeon, mag ik op het podium wat spelen? Ga ik met de pet rond? Ik zei, nee, dat doe ik wel voor jou. Ga maar zitten. Hij neemt aan de klanten vragen, wat willen jullie horen? Met de platjespletter, met de zuchtkast. En het kwam die met de zuchtkast en toen zei hij, wat willen jullie horen? Ja, wat Grieks. Nou, ging die Grieks hoor. Een paar akkoorden, dat leek op Grieks, maar was metaxa, metaxa, metaxa. En dan spuugde hij ook zo. Dat deed hij niet expres. Onderuit de perscollegie. Ja, maar de mensen gingen wel bellen van, ik kom vanavond eten, ik weet dat ik niet hoef af te spreken, maar komt die meneer ook? Dus ja, dat weet ik niet. Dat weet je maar nooit niet. Maar je liet wel eens een steekje vallen. Ja, zo had het mij ook kunnen verkeren als ik niet zoveel ideeën had gehad. Mijn vrouw, familie die voorbij komt. Ja, mijn vrouw die zei altijd van, toen ze nog leefde, zei ze van Piet, jij bent een zakenzigeuner, want je doet het niet voor het geld. Ik zei nou schat, als de deksel op me gaat, steek mijn hand er nog even uit. En dan zeg ik, ik heb nog een plan. Nou, dat is het. Op naar het universum. Gelijkenis is treffend, de treffenis gelijkend qua standbeeld, qua sculptuur. Heintje Davids, maar dan in de Piet Groenewegen uitvoering. Om het even. Pieter. Nou, we dachten. Verkoop nou nog even je zaak, dat ze weten waar het is. Beneden OC-dijk. Beneden OC-dijk 159. Dat beneden OC-dijk is geworden na het watersnood, hè? Ja, dat maar klopt. Dat is wel een ander verhaal verteld. Nee, mag ik hem vandoor? 209. Hey, mag ik weg? Sterker nog, je moet weg. Ja, ik ga weg. Dag. Er moet weer iemand met de handen in het haar worden gezeten. Oh, ja. Dat je hier van je taak weet gekweten. Heb je schoenen gepoetst? Nee. uit mijn gezichtsveld. Hop, fort, heugen, deugen en meugen. Hoi. Hoi. Oh.